Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Herbe News. We staan hier vandaag in de stad. Ja, we hebben net geëvangeliseerd, ook samen met pastor Steve Mail. We hebben gezongen op de gitaar, op de carillon hebben we gespeeld. En er zijn vele mensen al gekomen tot Christus. Broers en zusters, ik zeg u, er gebeuren wonderen en tekenen hier in Eindhoven. En we zullen de revival binnenkort gaan zien. Amen, halleluja. Allereerst, allemaal vrolijk Pasen. Onze Jezus is waarlijk opgestaan en Hij is de Heer. Amen, halleluja. Dus het eerste wat ik met u wil bespreken, er zal weer een nieuwe doopdienst plaatsvinden. De tweede week van april. En dat zal zijn op 14 april. Dus zorg ervoor dat u zich snel inschrijft. We hebben een aantal inschrijvingen ontvangen. Maar mocht het zo zijn dat u iemand kent die gedoopt wilt worden, of bent u degene die gedoopt wilt worden, neem dan gelijk het formulier naar de dienst mee. En schrijf u in, zodat u ook mee kunt doen met de aanstaande doopdienst. Nou, dat even over de doopdienst. Dan wil ik nog heel even snel gaan naar de gebedsavonden en de normale diensten binnen de Christelijke Gemeente Hermon. Er zijn de gebedsavonden, die zullen binnenkort weer van start gaan om 7 uur. Dus in plaats van 7:30 starten wij nu de gebedsavond om 7 uur. Dus zorg ervoor dat u erbij bent en ja, houd het goed in de gaten. Dan ik weet dat u misschien nog in uw systeem heeft dat 7:30 gaat beginnen. Maar de gebedsavond begint dus om 7 uur. Ja, nou dat is voor nu even voor alles. Verder informatie kunt u natuurlijk altijd zien in de andere ruimte op een grote scherm. Er staat een heel groot scherm met een slideshow. Bekijk het goed, want daar vindt u alle informatie op terug. Ik wens u vast een heel fijn paasweekend en God zegen.